Dank, voorzitter. Collega's hebben al heel wat naar voren gebracht als we het over de digitale euro hebben. En als SGP zijn we er ook kritisch over. En eigenlijk zou ik ons standpunt kunnen samenvatten op dit moment met drie vragen. Waarom, waarvoor en hoe? Ik begin met de waarom-vraag, want waarom moet die digitale euro er eigenlijk komen? Welk probleem lossen we ermee op en wat zijn nu precies de doelen? Voorzitter, mij bekruipt soms het gevoel dat we het doen omdat anderen het ook doen. We hebben gezien dat Facebook met een eigen munt probeerde te komen. China timmert flink aan de weg en dus moeten wij maar volgen. Vandaar mijn vraag, willen de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie dit omdat het zo'n geniaal idee is of doen we het omdat anderen het ook doen? En in het verlengde daarvan, wat is eigenlijk de invloed van Nederland, van ons als Kamer en voor de minister in het hele proces wat voor ons ligt? Hoe kunnen we bijsturen? Of is het vooral een project van de Europese Centrale Bank wat gretig gesteund wordt door de Europese Commissie? Nou, de Europese Commissie heeft aangekondigd om in het tweede kwartaal van volgend jaar met een concreet voorstel te komen. Maar mijn vraag is, waarom wachten ze niet de politieke discussies af? Zijn niet eerst de lidstaten aan zet? Ja, dan de vraag, waarvoor is die digitale euro? Wat heeft de burger eraan en wat mist de gemiddelde man of vrouw op straat als die digitale euro er niet komt? Big tech bedrijven willen graag die digitale munt, ze hebben het zelf ook geprobeerd. Maar hoe wordt er nu voor gezorgd dat we die digitale euro niet laten kapen door grote techbedrijven en, zoals collega's ook hebben gezegd, door hun dienstverlening daarin te integreren? Dan de hoe-vraag, voorzitter. Want hoe moet die digitale euro eruit zien als deze onverhoopt toch komt? Privacy staat daarbij voor de SGP in ieder geval hoog op de agenda. Zeker de Europese Commissie zegt in reactie op een brief van de Kamer dat ze privacy ook belangrijk vindt. Maar daar komt gelijk een maar achteraan. Inderdaad, privacy is belangrijk, maar we moeten ook witwassen bestrijden. En daar zit voor ons het probleem. Want als we zien wat er voor vergaande witwasregels uit Brussel komen, dan houd ik mijn hart vast. Gisteren is nog gebleken dat zo'n witwaswet, het UBO-register, veel te ver gaat. En als de EU een extra instrument in handen krijgt, dan laat ze die kans echt niet liggen. En dat de voorzitter van de ECB, mevrouw Lagarde, aangaf dat volledige anonimiteit niet haalbaar is, dat stelt ons als SGP ook niet gerust. Dus mijn vraag aan de minister zijn, hoe gaat ze ervoor zorgen dat die privacy echt op één blijft staan? En hoe waarborgt de minister dat de digitale euro niet met een omweg ingezet wordt voor zaken zoals witwasbestrijding ten koste van de privacy van Nederlanders? Voorzitter, een aspect dat hierbij ook speelt, het is al veel genoemd, is die programmeerbaarheid van de euro. Welke macht krijgt de ECB als het gaat om bijvoorbeeld het monitoren van uitgaven? En hoe zorgt de minister ervoor dat de EU in alle gevallen buiten financiële keuzes van burgers blijft? Er speelt hier wat SGP betreft ook een ethisch bezwaar, want een munt, ook een digitale euro, is zeker niet bedoeld om te programmeren. En ik weet dat die moties er liggen om dat te wijzigen, maar ik wil dat toch nadrukkelijk hier markeren. Een laatste punt over het hoe van die digitale euro. Want is het, en ik zal dat graag uit de mond van de minister ook horen, dat het niet zo is dat contant geld langzaam in de ban wordt gedaan. Kan de minister echt bevestigen dat contant geld ten alle tijde gebruikt kan worden? Voorzitter, tot slot. Ik weet dat de minister dit dossier goed volgt en het project probeert bij te sturen. Maar ik zou zeggen, neem de terechte kritiek en aarzelingen vanuit de Kamer en de Nederlandse bevolking daarbij serieus. Want er is zoveel onduidelijk, terwijl het hele grote impact kan gaan hebben. En wat ons betreft is een trap op die rem dus hard nodig. Ik zou zeggen, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dank u wel.